Hallo allemaal, daar zijn we weer. Een nieuwe update vanuit onze Marienhof, waar ik jullie meeneem in de restyling en verbouwing van onze locatie. Op dit moment ben ik in de tuinkamer en de tuinkamer is een van de ruimtes waar ik het meest trots op ben, waar we aan het restylen zijn. Wellicht weten jullie het, maar in deze ruimte lag rood tapijt, waren er bruine omlijstingen aan de muur te vinden en zat er een plafond in met een jaren 90 stijl, een soort ovale druppel. Waarbij heel veel lichtspotjes en vooral heel veel luchtinblaasbehandelingsunits zaten. En het was een hele drukke en persoonlijk niet al te mooie ruimte. Dus vol trots kan ik jullie melden dat we hier flink aan het restylen zijn, flink aan het verbouwen zijn. En we hebben alle muren strak gemaakt. Een nieuw plafond hebben we gekregen, waarbij er een speciale lichtkoof komt, waarbij ook luchtbehandeling ingebouwd zit, zodat we niet meer van die luchtbehandelingsunits in het plafond hebben. En de eerstvolgende ingreep die hier gaat gebeuren, is een speciaal ontwikkeld tuintapijt, een tuingevoel tapijt die hier gelegd gaat worden, waarbij de binnentuin eigenlijk naar binnen gehaald wordt en waarbij je letterlijk in een tuinkamer zit en je letterlijk eigenlijk het gevoel hebt dat je heerlijk van de binnentuin aan het genieten bent. Dus in een volgende update neem ik jullie mee over hoe de ontwikkeling van de tuinkamer ontstaat, maar ook hoe onze andere ruimtes in verbouwing zijn. Want het is hier nogal een aardige ingreep, maar over een aantal weekjes, eind maart, zijn we weer klaar om jullie te ontvangen. Tot snel, hoi hoi!